Een mooi bakje van warm. Ja. 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 Hij heeft het dekseltje weggegooid, dus nu kan je het niet meer gebruiken. Ja, ik heb het goed gehad. Dan stap ik aan. How many seconds was it? Because the seconds go to zero, no? No, I didn't. It's bright. Yeah. Gaat het uiteindelijk om? Yeah. Yeah. I think it's good. Warmtewissel, dat wil zeggen dat we een boiler hebben die voor een deel gevuld is met water. Dat wordt verwarmd en doordat het een afgesloten ruimte betreft, ontstaat er druk. Die tappen we aan de bovenkant, tappen we die af door stoom. Dus als we die openen, het bovenste deel is gevuld met stoom, dat ontsnapt. En aan de onderkant, door diezelfde druk, wordt het heet water in die boiler eruit gedrukt en hebben we heet water voorzien. Wat vaak gedacht wordt dat het voor thee is, wat oorspronkelijk eigenlijk niet te doen is. Kopse kant zien, doorsnijden. Je zit er in die boiler zit een warmtewissel. Dat wil zeggen dat er een gesloten leiding door die boiler heen loopt en dat die door sproeiers voor en achter de warmtewissel op een bepaalde flow door die boiler gehaald wordt. We hebben boilers toegevoegd achter de groepen. Die zorgen dat die worden gevuld met water. Dat is een 0,5 liter boiler. Met een 1000 watt element erop. Dat is een gigantisch hoge ratio al. Normaal heb je voor een 16 liter boiler heb je een 2500-3500 watt element. Dus nu voor 0,5 liter 1000 watt. Dat water wordt opgewarmd. Het betreft een vrij dikwandige boiler, dus er zit ook nog een stuk massa wat warmte vasthoudt. En komt vervolgens via de groep naar buiten en resulteert in een temperatuur van maximaal, of met een maximale afwijking, mits goed ingesteld, van 0,5 graden. Het voordeel is dat je per groep een boilertje hebt wat per groep instelbaar is. Dus dat we al de mogelijkheid hebben om per groep de temperatuur te regelen. Dus redelijk stabiel te gaan sturen en eventueel met meerdere molens meerdere resultaten behalen binnen één machine. Dat doen we door na die warmtewissel om af te tappen, dan gaat die door de flowmeter. Dat betekent dus ook dat we heet water meten, dus dat die volumetrics een stuk stabieler zijn. En vervolgens gaat dat naar die boiler. Dan hebben we nog steeds 0,5 liter voor een 1000 watt element, dus nog steeds die ratio, alleen in plaats van opwarming van ongeveer 15 graden normaal leidingwater naar, nou, laten we zeggen tussen de 89 en de 94 graden, hebben we nu 86, 87 graden en dan diezelfde 1000 watt op 0,5 liter om het van 86, 87 naar maximaal 94 graden op te warmen. Dus maximaal 8 graden. Omdat we nog steeds gebruik maken van 61 groepen en die uitwendig uit de machine zijn en dus bloot worden gesteld aan kou. En dus nog steeds voor een fluctuatie zouden kunnen zorgen. Wat normaal, zeker als die even niet gebruikt is, optreedt. Hebben we gezorgd dat die groep in plaats van fluctuerend, stabiliserend werkt. Door nog een extra element in de groep toe te voegen. Mm. In het metaal. Waardoor de groep op temperatuur wordt gehouden. En het water wat op temperatuur uit die boiler komt, nog een keer gestabiliseerd wordt door de warmte van de massa van de groep. Wat resulteert in een maximale afwijking van 0,2 graden. Daarnaast hebben we nog wat toegevoegd, namelijk een koudwaterleiding die we ook af kunnen stellen, waardoor we ten eerste de kook van het water af kunnen halen, zodat er minder gesputter is, dus minder schoner werken en minder risico. En ten tweede, afhankelijk van de hoeveelheid koudwater die er wordt toegevoegd, kunnen we dus ook de capaciteit nog een keer verhogen. Wordt er water via twee reduceerventielen naar de groep geleid, waarbij we de flow in kunnen stellen en de druk wordt teruggebracht naar 0,3 of naar 3 bar en wordt dat gebruikt als soft pre-infusie. Maar het voornaamste effect is dat de ruimte tussen de douche en het oppervlak van de koffie opgevuld wordt met water.
En op het moment dat daar 9 bar komt te staan, wat normaal een negatief effect zou kunnen hebben op kleine afwijkingen in het oppervlak van de koffie, nu zorgt dat doordat die ruimte gevuld is, dat er gelijkmatig druk wordt gezet. Waardoor er dus veel minder kans op channeling is, veel meer kans is op gelijkmatige extractie, omdat channeling zelfs een stuk ondervangen wordt. En ja, dus eigenlijk veel meer consistency in de shots wordt bereikt. De temperatuur is per groep instelbaar tot 10 graden nauwkeurig. Pre-infusie is per productgroep, als ik het zo mag noemen, instelbaar op 10 seconden. Tot maximaal 5 seconden. Het backflushen dat wordt via een programma gedaan, maar dat kan heel leuk ook 3 groepen tegelijk gezet worden. Je kan de lampjes aan en uit doen en we kunnen de cup heating aan en uit zetten en het percentage instellen. Gebaseerd op de eisen en de wensen vanuit de verschillende markten is die machine opgebouwd. Dat betekent dat er vanaf begin af aan een compleet ander uitgangspunt is gebruikt voor dus consistency, voor stabiliteit, voor flow, waterflow, voor waterbehandeling, voor mogelijkheden, voor bediening, voor interface, voor ergonomie, voor alles. Dus het is echt een machine die helemaal vanuit niets gebouwd is en niet een bestaande machine die aangepast is of wat dan ook. We hebben om te beginnen een machine of een voorverwarmbode, preheatingbode. Die het water voorverwarmt door middel van een warmtewissel, wat gebruikt wordt voor het vullen van groepen. Tevens wordt het water voorverwarmd, of het voorverwarmde water gebruikt om de stoomboiler bij te vullen, zodat de interval op het moment dat er water uitgehaald wordt een stuk kleiner is dan als dat met koud water gevuld wordt. Alles is geïsoleerd, hetzelfde als bij de RS. En alles is van RVS. Dit is een 1500 watt element. Hier hebben we een 2500 watt element voor de stoomboiler. En we hebben weer 1000 watt per boiler. Dus het is bij elkaar zitten op 8750 watt. Want het is allemaal pit gestuurd. Dus dat betekent dat hij modulerend naar vraag stuurt. Het is nooit, of tenminste bijna nooit, een volledige vermogen zal gebruiken. Ja, gewoon gigantisch, massief, gigantisch duurzaam. Alleen dit al is 16 kilo aan RVS. En het is hol. Er zit 0,5 liter in. 1000 watt element. Omdat de boilers extern zijn, zit er een apart element in het metaal, om metaal op temperatuur te houden. En omdat de portafilters extern zijn, daar weer van, en dus onderhevig zouden kunnen zijn aan kou van buitenaf, zit daar in de onderste ring nog een apart element om de portafilters op temperatuur te houden. We werken bij deze machine met 3 brew phases. Pre-infusie, de extractie en after brew. Per groep kunnen we, even hebben we 3 profielen voor een double shot en 3 profielen voor een enkel shot. Dus kunnen we 6 profielen maken die met de druk op een knop direct geladen worden. En per profiel kunnen we de totale dosering instellen en kunnen we de tijd van de pre-infusie, dus in secondes, en het aantal milliliter van de afterbrew instellen en dus de totale dosering. Dus we kunnen 6 profielen per groep maken, dus met 3 groepen kan je totaal 18 profielen maken. Die flowmeters hebben we verbeterd, waardoor ze dus tot 10 keer accurater zijn dan wat er bestond. En waardoor we die volumetrics in combinatie met die gravimetrics in die machine bouwen. Ten eerste kan je dus kiezen of je op basis van volumetrics of op gravimetrics werkt. En ten tweede gaan die twee met elkaar communiceren. De dosering wordt aan de hand van tijd, dus dosering door tijd, wordt flow rate berekend. En wordt dat in samenwerking met de metingen die die weegschaal doet, wordt er bepaald hoeveel doseer ik hier en hoeveel komt er in dezelfde tijd hier uit. En kan die machine dus per shot gaan berekenen hoeveel daar na zal druppelen op het moment dat die afslaat. En dus exact op het ingestelde gewicht uitkomen. Per groep heb je dan de temperatuurinstellingen. Dus als je met 3 koffies zou werken, met 3 molens, of misschien met meerdere molens, maar met 3 koffies, zou je
kunnen zeggen, die meneer komt binnen, die wil graag zijn short net wat langer, of die wil ze, die houdt meer van deze smaakaspecten die je in die koffie naar voren halen. Ik heb je een bril. En op die manier echt meerdere profielen per koffie aan gaan bieden. Om te laten zien hoe stabiel die stoomcapaciteit is. Dus de kookvertraging even uitdagen. Pas op, want er komt...